Nu over mensen met een verstandelijke beperking gesproken. Conor Rousseau. Nee, maar ik vind dat toch erg. Maar die mens die heeft racistische praat verkocht, hè. En nog niet klein beetje, nou, van die serieuze praten over de Roma-gemeenschap. Die zei, de Roma, dat is lastig. Door die Roma kunnen niet buiten komen. En die Roma pikken dat toe, hè. En die zei dat tegen de flikken. Die zei zelfs, de Roma, dat is bruin gespuis. En de flikken, die waren in shock, hè. Die kwamen aan in het politiekantoor. Die zegt, Conor, die zei bruin gespuis? Zoiets zeg je toch niet over die makakken? Maar die heeft dat echt gezegd, hè? Bruin gespuis heeft hij daarover gezegd. Hè? En Conor zijn excuus van al die racistische klappen. Hij zegt, ja, ik was zat. En als ik zat ben, ben ik soms racistisch. En als ik zat ben, zeg ik soms kwetsende dingen. In dat geval is ons moeder alcoholieker. Hè? Maar hij heeft dat echt gezegd, hè? Als ik zat ben, ben ik racistisch. Maar ik zal niet meer drinken tot de verkiezingen. Ik dacht, ben jij een darnada? Gaat jij gewoon verder doen? Dus op de dag van de verkiezingen. 3, 2, 1. Avel mijn kekje! Ja, gaan we dat doen?